ideaal van je moet je stemrecht gebruiken. Ik ben veranderd, man. Niks met politiek, stem dan niet. Want dan stem je op de pedofilie, net als Selma Omar. Ik snap dat die influencers reclame moeten maken om die kruimels te kunnen pakken, maar dit is fout, man. Dit zijn de partijen van de uitbuiting en uitsluiting. Eén ras, één leger. Voordat je links stemt, ga geschiedenisboek lezen. Nog beter, dan stemwijzer. Stem niet op FVD, want het zijn racisten. Stem op concentratiekampen en genocides. Wereldslavernijen, kolonialisme, kindermishandelingen, pedofielen, klimaatterreur, zelfmoord en hongerpandemieën. Neem afstand of kom in opstand. Maar ga niet lullen van de zijkant. Build back better or bring back normal. Zelfs Selma Omari staat op perol van de pedo's. Mondkap. Ik kan wel zeggen medische uitzondering, maar ik ben klaar met het pedo-kabinet. Wie een blind volgt is gek. Je hebt geen PCR nodig, maar een andere soort test, want dan ben je echt gestoord, gek. De antifa's komen steeds naar de verkeerde manifestaties. Hier komt FVD hoor, geen vaccinaties. Ja, en een hoop gevallen, die sporen niet en zijn hoog gevallen. Uitsluiten, uitbuiten, vrouwen mishandelen op het Malieveld, Nederland verkopen aan de globalisten en je leven op het spel zetten, dat is links. Oh, en voor al die milieu- of klimaatgekken, alle bossen worden weggekapt voor duurzame energie en er zullen straks meer melkkorven in de oceaan liggen dan vissen onder het totalitaire linkse regime. Hoe trap je hier überhaupt nog in? Alhoewel Sigrid had 's middags al een coronafeestje om haar overwinning te vieren op de dag van de verkiezingen zelf, dus we hebben voor niks in de rij gestaan, want de stemmen zijn nooit geteld.